Goedenavond. Het was verrekte spannend gisteravond. De wedstrijd tussen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld op het WK darts. Mighty Mike won met 5-4 en dus staat hij in de halve finale. Onze verslaggever Joost van Erp is in Alexander Palace in Londen. En ik vroeg hem, vlak voor deze uitzending, of ze daar al een beetje zijn bijgekomen van de wedstrijd. Ja, inmiddels zijn we wel bijgekomen van die wedstrijd tussen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Een wedstrijd die eigenlijk niet zo heel erg goed was. Er werden heel veel lage scores gegooid. Er waren wel goede fases in de partij, maar het viel eigenlijk qua niveau een beetje tegen. Uiteindelijk stond het 4-4, moest er een beslissende 9e set worden gespeeld. En die won van Gerwen. Eigenlijk kun je wel zeggen dat de gelukkigste gisteravond de halve finale heeft bereikt. Je hebt er een paar Engelse kranten bij gepakt. Wat schrijven zij vandaag over die clash van gisteravond? Een van de grootste kranten in Engeland, The Sun, die schrijft eigenlijk bijna geen woord over Michael van Gerwen. De uitslag wordt genoemd dat hij gewonnen heeft van Barney, maar het draait daar vooral om Phil de Power Taylor. Zijn prestaties zijn voor The Sun het allerbelangrijkste. Ze hopen heel erg dat die Brit dit jaar weer wereldkampioen wordt. Dan The Guardian, die schrijven wel over van Gerwen. Die schrijven dat hij echt door het oog van de naald is gekropen tegen Barney. De wereldkampioen, die wankelde echt tegen Van Barneveld, maar redde het uiteindelijk wel. En dan zotte de Daily Mirror, die vonden dat op basis van het knokken van Gerwen het gered heeft. Maar dat hij echt tegen Rob Cross vanavond een stuk beter zal moeten gooien. Vanavond is de halve finale al. Van Gerwen die gooit tegen Rob Cross. Ja, dat is voor veel mensen nog een onbekende, hè Joost? Het vorige WK, dat bekeek Rob Cross gewoon thuis vanaf de bank. Daar zag hij Michael van Gerwen wereldkampioen worden. Ja, zo zat het. Hij was elektricien een jaar geleden, Rob Cross. Pas een jaar is die jongen professioneel darter. En wat voor een. Echt een gigantisch talent. Na de 2K staat hij in de top 10 van de wereld. Echt een topper is hij nu al. Ja, die halve finale van dit jaar bewijst maar hoe goed die Rob Cross is. Maar toch, we moeten wel eerlijk zijn. Michael van Gerwen is de topfavoriet vanavond. En zo denkt hij er zelf ook over. Ja, tuurlijk. Zeker te weten. Vooral tegen, ik denk, meer zelfvertrouwen. Ik heb natuurlijk een fantastisch record tegen Rob Cross. Hij heeft natuurlijk wel een fantastisch jaar achter de rug, maar het formaat gaat weer omhoog. We spelen dan best of 11 sets. Dan moet je er eerst 6 winnen. 6 winnen, ja. Dus ja, dat heeft hij nog nooit eerder gedaan. Dus we gaan het zien. Mooie avond. En stel nou, Van Gerwen wint vanavond, dan is 1 januari dus die grote finale. En dan is Phil Taylor, die na dit toernooi stopt hij met profdarten. Dan is dat natuurlijk wel de gedroomde tegenstander, toch? Het zou echt de droomfinale zijn van het WK hier in Londen. Als op nieuwjaarsdag Alexandra Palace krijgt te zien Phil Taylor tegen Michael van Gerwen. Dat zou echt een gigantische finale zijn. Het is de laatste wedstrijd ooit van Phil Taylor. Hij stopt namelijk na het WK. Dan heb je dus de man die 16 keer wereldkampioen werd tegen de allerbeste darter van dit moment, Michael van Gerwen. Ja, dat zou echt een fantastische wedstrijd zijn. En ze zijn al een beetje de tijd aan het oppoken richting elkaar. Want Taylor riep al in de Britse pers gisteravond. Barney, die had met 5-0 moeten winnen van Michael van Gerwen, wordt uiteraard, ongetwijfeld moet ik zeggen, vervolgd. Ja, dat was Joost van Erp eerder vandaag vanuit Londen. En hoe de wedstrijd verloopt, dat volgt u vanavond bij ons via onze site en app.